Bij mij is Wesley Routier van La Vita Lifestyle Club uit Veenendaal, een groot fitnesscenter. En die zijn natuurlijk hard getroffen door deze coronavirus-situatie. Wesley, kun jij eens vertellen hoe dat het met jou is? Ten eerste natuurlijk, hoe is het met jouw gezondheid? Ja, ik ben gelukkig helemaal gezond, Jan. Ja, goed zo. Hoe is het gegaan? Want je hebt eigenlijk drie stappen. We hebben eigenlijk de periode voor 15 maart, toen al duidelijk was dat het ernstig was en dat we op een gegeven moment geen handen meer mochten schudden. Hoe ging dat toen? Ja, aan het begin was het natuurlijk heel erg onwennig. Wij zijn altijd wel een hele persoonlijke club, hè, en we schudden vaak de handen van mensen of als we afspraken hebben. Maar op een gegeven moment mocht dat niet meer, dus dat was wel een beetje onwennig. En dat was gewoon even wennen, zeg maar. Maar de apparaten, die moesten natuurlijk toch wel schoongemaakt worden ook. Ja, zeker. Die gingen we veel vaker schoonmaken. En we hadden ook advies opgehangen van joh, of de mensen het extra schoon wilden maken. Nadat ze het zelf hadden gebruikt, dat doen ze normaal gesproken ook wel. Alleen nu deden we het zelf ook extra erbij en hielden we het extra toezicht op. En iedereen was er gewoon veel bewuster mee. Ja. En toen kwam op 15 maart de mededeling van de regering om ook alle fitnessbedrijven te sluiten. Wat gebeurde er toen? Ja, dat was wel even een klap. Dat was vooral schrik ook. Ik had het persoonlijk niet helemaal verwacht. Aan het begin kreeg ik ook wel vragen van, joh, we mogen ook maar maximaal 100 man naar binnen. Dat was het in eerste instantie. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat kunnen we op zich wel regulieren, zeg maar. Alleen al heel snel werd het bekend dat we gewoon de hele tent dicht moesten doen. En dat is even schrikken. En namelijk de eerste twee weken... was wel echt slapeloze nachten, zeg maar. Van ja, hoe ga ik dit nou oplossen? Want heel simpel. Als je die deur dicht houdt, dan leef je hier niet. En hoe ga je dan om met je klanten en leden vooral? Dat was wel even een uitdaging. En je personeel, want hoeveel mensen heb je in dienst? Ja, we hebben zeg maar rond de 50 mensen werken. En ik vind het gewoon heel belangrijk om geen paniekmanagement te doen, maar wel gewoon eerst even rustig tot me te laten bezinken en een goed plan van aanpak te maken. Nou, op de dag dat het bekend werd, heb ik eigenlijk gelijk met het MT een bijeenkomst gehouden. En afgesproken en vooral besproken, wat houdt het nou in voor elke afdeling en hoe gaan we ermee om? En toen hebben we s'avonds laat hebben we eigenlijk de communicatie naar het team en gedaan van ja, weet je, de volgende dag zijn we natuurlijk dicht. Dat was voor iedereen duidelijk. Hoe gaan we ermee om? Wat zijn de consequenties? Wat kunnen ze van ons verwachten? En een beetje de tijdlijn schetsen. Voor mij was het natuurlijk ook nieuw. Heel veel en duidelijk communiceren is gewoon heel belangrijk in deze situatie, vind ik zelf. Ja, en heb je dan vervolgens de financiële situatie? Hoe is dat dan bij jou gegaan? Want iedereen moet betaald blijven worden. Ja, zeker. Nou, kijk, in eerste instantie waren we gewoon... alle complimenten voor het team natuurlijk. Was iedereen gewoon aan het werk en nog steeds. Wat kan, zeg maar. Hè? En heb ik wel gewoon duidelijkheid geschept en ook naar de mensen... gewoon een mailtje gestuurd van... joh, weet je, we betalen gewoon jullie salaris door zolang het kan natuurlijk. En dat werd ook wel weer gewaardeerd door de mensen. Want dan weten ze ook gewoon hoe de vork in de steel steekt. De overheid biedt natuurlijk ook allerlei compensatieregelingen. Wat top is, maar dat is natuurlijk niet voldoende. En ik heb zoiets van, we moeten vooral de positieve vibe erin houden. Ons best blijven doen en hopen dat de leden ons blijven steunen. Want die maken uiteindelijk ofwel of niet mogelijk dat we dit kunnen blijven doen. Nou is het natuurlijk wel zo dat de overheidssteun moet worden aangevraagd. En dat heeft een bepaalde doorlooptijd voordat je het op je rekening hebt staan. Ja. Kijk, weet je, het is ook zo van op de korte termijn reken ik daar niet per se op. En natuurlijk hebben we ook wel wat reserves opgebouwd, om het even zo te zeggen. Maar ik ben ook gelijk met alle leveranciers in gesprek gegaan. Je moet gewoon nu, ik vind het belangrijkste altijd de medewerkers betalen en dat staat voor mij ook voorop, maar aan de andere kant wil je ook niet het andere bedrijf weer om gaan vallen omdat je hun facturen niet betaalt en als gewoon het grootste deel van de leden of alle leden gewoon door kunnen betalen ook vooral hè, dan moet het goed komen. Als dat straks niet meer kan, dan wordt het een uitdaging.
Jouw grootste post is natuurlijk het leasen van al de toestellen en de huur van het pand, neem ik aan. Dat zijn de dingen waar je mee hebt kunnen praten? Ja, zeker. Zeker de banken, die denkt natuurlijk ook mee. Dus dat is fijn. En ja, weet je, de personeelskosten zijn daarnaast ook een hoge kostenpost natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ja, eigenlijk, en alle, ja, ik probeer alle variabele kosten zoveel mogelijk wat te drukken. Maar je hebt gewoon ook best wel wat vaste kosten. Het is gewoon lastig in deze situatie, want het loopt gewoon heel hard van je af op het moment dat mensen niet meer kunnen betalen of willen betalen. Wat ik ergens ook wel weer begrijp, hè, omdat wij, ja, heel simpel, ze willen komen sporten hier, dat kan nu niet. Ja, en dat is best wel een hot topic wat nu speelt. Hè. Moet ik dan wel of moet ik dan niet betalen? Het is vooral, ja, wil ik en kan ik wel of niet betalen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die nou in één keer zonder inkomsten of er bijna geen inkomsten meer zitten. Hè? Ja, zeker. En ik zie het eigenlijk zo van, ik heb heel veel scenario's zelf eigenlijk bedacht en vooral uitgewerkt. Zeker aan het begin van, nou, hoe gaan we met bepaalde dingen om en dat soort dingetjes. En ik heb vooral het idee, als we het samen doen, dan moet het lukken. Dus dat betekent voor mij ook dat als de leden mij steunen, kan ik andere leden ook weer steunen die het op dat moment even wat minder hebben. Ik merk gewoon zelf hoe belangrijk het sporten is, vooral voor je hoofd, voor je mindset. Zeker als zoveel op je afkomt. Ik denk met die onzekerheid dat mensen op een gegeven moment ook vastlopen. En dat heb ik zelf ook al bijna ervaren. En toen dacht ik wel, ik moet hier toch wel verandering in brengen. Nou, sindsdien doe ik gewoon 3 keer in de week doe ik even yoga 's ochtends. En ja, dat wil ik ook straks de mensen blijven faciliteren die het eventueel niet op dat moment kunnen betalen. Daar ben ik alle mogelijkheden voor aan het uitdenken. Maar daarvoor heb ik wel de mensen nodig die het wel kunnen betalen, zeg maar. Ja, dat is duidelijk. Nou, als je nou zo omkijkt, je hebt wat lampen voor ons aangedaan om te kunnen kijken. Al die stilstaande apparaten. Dat is natuurlijk wel een heel triest gezicht. Ja, daar word je niet vrolijk van. Zeker niet als het zo lang duurt. De hele energie is er ook uit, zeg maar. Hè. Het is echt niks dit. Nee, ik hoop dat het snel voorbij is. Oké, bedankt zover. Dan gaan we even luisteren naar een stukje muziek. Nou, dat was het eerste stuk. Ja. Benieuwd, Jan. Ruim binnen de tijd. Dan gaan we nu hebben over en nu. Wat doe je nu en straks in de toekomst? Want die 1,5 meter maatschappij, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En alle zweet op alle apparaten is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar goed. Dus gaan we weer beginnen, oké? Top. Als wij nou, Wesley, straks de 1,5 meter maatschappij gaan krijgen. Die hebben we nu eigenlijk al. En zaken worden weer mondjesmaat opgestart. En jouw bedrijf mag weer opengaan onder strikte voorwaarden. Hoe zie jij dat voor je? Ja, dat wordt nog wel een uitdaging. Kijk, voor ons is het persoonlijk niet zo de uitdaging voor een bedrijf, zeg maar, om daar in te faciliteren. Ik bedoel, wij moeten gewoon zorgen dat overal 1,5 meter minimaal gehanteerd wordt. Dus dat betekent dat je via een andere ingang en andere uitgang het pand zou kunnen verlaten. Gelukkig hebben wij die mogelijkheid, dus dat is fijn. Daarnaast moeten wij gewoon in de fitness en in de groep fitnesszalen moeten we gaan kijken van, dat we die ruimte eigenlijk hanteren. Dus dat betekent ook niet alle apparaten in gebruik zullen en kunnen gaan, omdat ze soms een beetje te dicht op elkaar zijn. We zullen een maximaal aantal personen per uur binnenlaten. Ik ben nog aan het kijken van hoe kan ik nou de kleedkamers wel of niet openstellen. Daar zijn we nu druk mee bezig met de uitwerking daarvan eigenlijk. Mensen zullen zich waarschijnlijk via een app kunnen gaan opgeven. Zodat wij weten hoe laat kunnen we hoeveel mensen verwachten en dat je niet komt en dat je nog moet wachten. Maar dat de mensen wel aan hun gezondheid kunnen en gaan blijven werken, want dat is gewoon wel heel belangrijk. Er zal een aangepast rooster komen. We moeten gewoon heel snel schakelen nu. We hebben een team wat daar ook zeker toe bereid is. Dus al die flexibiliteit is echt wel top.
En als we de mensen weer in contact kunnen krijgen, in contact kunnen komen en blijven, dan zullen ook veel, nog meer mensen, denk ik, gebruik gaan maken van onze online lessen. Het is gewoon heel belangrijk dat wij met de mensen in contact blijven. En ik ben benieuwd hoe dat straks zal gaan. We moeten vooral het vertrouwen van de leden ook weer hebben dat wij daar goed in faciliteren, zodat ze ook weer, maar zo zich durven komen, zeg maar. Nou is het natuurlijk ook voor de ouderen, en ik schaar mij daar ook bijna een beetje onder, is het natuurlijk ook best wel een riskante aangelegenheid om naar buiten te gaan. Ja. Hoe ga je daar iets aan doen? Want dat is natuurlijk heel lastig. Ja, riskant zeker. Ik bedoel, het is nu gewoon een risico, zeker voor de ouderen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen gewoon de regels van het RIVM hanteert. Dus als je altijd verkouden bent, niet helemaal fit bent, blijf dan vooral thuis en kom ook gewoon niet. Hè? Als wij dat zullen zien of constateren, zullen wij de mensen natuurlijk ook vragen om te gaan. Maar ik denk dat mensen zelf die verantwoordelijkheid wel pakken. Ook voor die mensen is het juist belangrijk, denk ik, om in beweging te blijven. Want wat ik nu al om me heen zie en hoor, is dat mensen eigenlijk ineens niet meer sporten. Dus gewoon aankomen, wat ook super slecht voor de gezondheid is. Je hoort het ook van de berichten dat 80% die overlijdt gewoon overgewicht heeft. Dat is enorm. Als je gewoon in beweging blijft, dan wordt je leefstijl gewoon weer heel anders. We kunnen je daar ook bij helpen coachen, dat kan ook op afstand. En ook voor die ouderen is het denk ik heel belangrijk om straks een uitje weer op te pakken. Bij ons zijn de oudjes, om maar even zo te noemen, de 60-plussers. Niet alle oudjes, maar hè, de grootste doelgroep voor hun is ook echt een uitje. Hè? Dus dan komen ze hier naartoe, daarna gaan ze nog een bakje koffie drinken met z'n allen. En ook als we dan gewoon continu die 1,5 meter afstand hanteren, dan is die vereenzaming ook een stuk minder. En ik hoop dat ze straks weer komen en dat we met z'n allen de regels zullen gaan respecteren. Maar daar gaan we ook op handhaven natuurlijk. Dat komt zeker goed. Ja, met de handhaving bedoel je dat als er iemand staat te niezen of te hoesten, dan wordt hij vriendelijk verzocht dringend naar buiten te gaan. Of wat? Ja, iemand kan nu natuurlijk, je kan altijd een keer hoesten of niezen. Hè? Alleen we gaan dan wel vragen van, joh, ben je wel fit? We houden het zelf in de gaten. Die 1,5 meter afstand is natuurlijk enorm belangrijk, maar ook de hygiëne van de apparaten. Weet je wel, wij maken het altijd zelf natuurlijk goed schoon. We vragen ook altijd aan leden of ze doen, alleen nu gaan we er net iets strikter op toezien, zeg maar. En ik verwacht ook wel dat iedereen zich daaraan zal houden. Want het is gewoon enorm belangrijk om nu fit te blijven en gezond. Want anders krijg je weer een andere ziekte wat je ook niet wil. Hoe is het met jouzelf? Want het is natuurlijk een hele innoverende periode. Hou je benen er wel onder? Innovatie, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Alleen, dit zijn wel hele moeilijke tijden. Alleen, ik moet zeggen dat ik gewoon enorm word gesteund door de medewerkers, maar ook door de leden. Op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee. En dan denk je ook van, hoe ga ik dit nou gewoon oplossen? Want als je de deur dicht moet houden en je weet niet voor hoe lang, dat is gewoon heel lastig om daar een oplossing voor te bedenken. Ik word daar enorm door gesteund, wat me ook weer energie geeft. Ik heb echt zo'n stapel kaartjes ontvangen. Ik heb bloemen ontvangen van zowel medewerkers als leden. En dan denk ik, yes, let's do it. Weet je wel, dan als ik eigenlijk net helemaal klaar mee ben, dan denk ik, let's do it. Want dat is wel wat La Vita maakt, denk ik. Het familiegevoel en dat je elkaar door dik en door dun steunt en helpt. Wat doen jullie nu voor jullie klanten? Wat we nu doen is we faciliteren heel veel online. Dus we doen via Facebook doen we live workouts aanbieden, zeg maar. We geven tips van de dag. We doen online coaching met de mensen. We hebben een uitleenservice. Dus we hebben heel veel van onze spullen hebben we gewoon uitgeleend. En bijna alles wat je zo'n beetje mee kan nemen is meegenomen. Van fietsen tot crosstrainer, zeg maar. Dat is wel leuk. En we proberen gewoon elke keer de klant te voorzien van tips, workouts. We hebben een eigen YouTube-pagina aangemaakt waar ze live workouts ook weer kunnen volgen. Dus dat is wel leuk, ja. En daar wordt gebruik van gemaakt dus? Ja, heel veel. Sterker nog, het verbaast mij hoeveel daar gebruik van wordt gemaakt. Leuke reacties krijgen we er ook op. Dus ik zie ook dat veel mensen thuis aan de slag zijn. Ik ben ook wel blij om te zien hoe hecht de groep dan uiteindelijk ook is. Hè?
Dat ze met elkaar, het is toch voor iedereen nieuw allemaal om die, al die online ontwikkelingen ja, bij te houden en maar te zorgen dat je thuis je workout kan doen. Het wordt natuurlijk heel, heel lastig ook om die opstart te realiseren. En we zullen natuurlijk wachten wat Rutte ons gaat vertellen, de 28e. Ja. Ik weet nog niet hoe dat het zich gaat ontplooien. We kunnen alleen maar hopen, neem ik aan, hè, Wesley? Ja, nou ja, kijk, hij gaat natuurlijk in de week voor de 28e gaat hij al een update geven van, joh, wat worden de regels na de 28e? Dus dan heb je nog een week tijd om je daarop voor te bereiden. Dat lijkt kort, maar als je kijkt naar de welwillendheid van het team, de flexibiliteit van het team, kunnen we gewoon heel snel schakelen. Dus dat is heel fijn. Ik verwacht dat we nog wel even helaas onze deur gesloten moeten houden. Ik verwacht niet dat wij na de 28 zal onze deur open mogen. Ik hoop het wel, maar ik moet wel verantwoord kunnen en mogen. Ik wens jou heel veel succes en sterkte met je team. En ik hoop dat het allemaal toch wel een keer op de goede weg komt verder. Zeker, dankjewel Jan. En ik ga er ook vanuit. Als we ons best doen, hard werken, dan meer dan dat kunnen we ook niet doen natuurlijk. Nee, oké. Prima. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, Jan.